Wij zijn Britt en Lin. En wij gaan op avontuur met een blokhutboot. We stappen op in Heerewaarden, want de blokhutboot heeft meerdere locaties waar je zo'n boot kan huren. Maar dit is echt de thuishaven. En wij gaan dus overnachten op zo'n blokhutboot, midden in de natuur. Oh, en we gaan gewoon lekker in het zonnetje vandaag. We gaan echt genieten gewoon. Let's meet our boat. Zo, wij zijn er klaar voor. Boodschappen. Ik zie hem al. Oh, dit is echt vet. Oh my god. Dit is echt mega relaxed. Ja. En hoe leuk, je kan dus gewoon en varen en de ander kan hier gewoon lekker boekie lezen. Ta-da-da-da. Echt leuk. Dat is super knus. Dat moeten we zo doen. Ja, oh, staat het dat je denkt? Oh. Nee, het valt mee. Wat zit hier? Oh, de wc natuurlijk. Ik zag jou al te hangen aan de achterkant. Mijn billen buitenboord. Het zal niet de eerste keer zijn. Oh, shit, ijsjes. We konden het niet laten. En wijn. Niet terwijl je vaart. Ik vaar en dan drink jij wijn. Oh, ja, okay. Of toch stiekem andersom. Dat kan natuurlijk ook. Wat dan? Ik wijn en jij varen. En wet. Ik wil nou lekker zo alle spulletjes gaan uitpakken en zo lekker settelen. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Dan mag jij vast gaan zitten, want Britt is daar dus niet van. Nee. Super handig. Oh, pakketjes. Ik wil serieus mijn koffer even openen omdat mijn kleren anders verkreukelen. Hallo, jij vindt dat toch ook? Nee. Hartstikke zonde. Ik denk daar geen seconde over na, Lin. Oh, maar ze zijn nu al verkreukt. Ik heb een boxje meegenomen voor muziek, want er is gewoon stroom, hè? Handdoekie. Slippers aan. Kijk, de boten die je daar ziet, die bouwen ze hier ook zelf. Huh? Ze bouwen dit zelf. Deze blokhutboot bouwen ze zelf. Hier hoeven we geen vaarbewijs voor te hebben. Ze hebben tegen ons gezegd, iedereen kan varen met een blokhutboot. Ja. Je hebt alleen even gewoon een klein lesje nodig. En dat gaan we nou doen. Instructies zitten erop. Ready for take-off. Yes. Goed bezig. Kom aan boord. Coast clear? Ja. Oh, daar ga ik even kijken. Ja. Ja. Superveel plek. De okay. Key. Bam, bam. Dit deed ik al goed, hè? Welkom aan boord. Blokhutboot.nl. De kust is veilig. Je hebt echt alle plek. Dit gaat goed. Ja, dit gaat echt goed. Klopt. Nou mag ik gewoon, hè? Ik ga gewoon, hè? Ik zou nog even nog wel verder de achterkant eraf halen. Nee. Nee, oké. Okay. We zijn nou echt zo'n man en vrouw. Yes! En we zijn weg. Ik kan nu wel zo met de kaart zo naast jou gaan zitten. Ja. Want die zijn dus gewoon aan boord, dus dat kan niet misgaan. Nou, dat ging wel goed. Ja, inderdaad. Zit zo, kapiteintje Britt. Ja. Hij staat je wel, deze boot. Ja? Oh, ja. Thanks. Maar het is eigenlijk veel makkelijker dan ik dacht. Het is eigenlijk wel lekker, Lin. En je vaart heel zachtjes, waardoor het ook niet eng is. Ik heb de smaak te pakken. Ja, inderdaad. Ai ai kapitein is het, hè? Oh, sorry. Ai ai kapitein. Zo moet je mij voortaan noemen. Ik ga erover nadenken. Hoe zet ik koffie? Want ik zet dus nooit koffie. Dus één zakje. Oh, één zakje. Per koffiekopje. Dus eerst heet water opzetten. Ja. En dan gewoon één zakje in een kopje en daar heet water in. Ah jij kapitein. Fast learner. Zo. Jij chillen, ik varen? Thanks. Oeh, die sky heet wat. Oh, wow. Dankjewel. Chillen, dat valt me denk ik ook wel. En? Voelt wel goed. Ja? Ja. Je hebt wel gewoon echt een schip onder je kont. Ik heb er vertrouwen in, Lin. Ik zeg cheers. Cheers, Bess.